open de lucht weg. Er was een fietser hier in de buurt gevallen van zijn fiets, onwel geworden. En er kwam een melding binnen via 112 dat er een hartstilstand was gemeld. Dus deze AED op de achtergrond is met spoed ingezet. Toen dacht ik van nou, het is maar goed dat hij erin. Ja. Ze hebben mooi weer iemand kunnen redden. Zo kan het gaan. Je hoopt zo'n apparaat natuurlijk nooit nodig te hebben. Maar het is wel heel erg fijn dat hij er hangt als je hem nodig hebt. Knip of scheur indien nodig de kleding open om de borstkas van de patiënt te ontbloten. Hier word je ongeduldig, want hij meet geen hartritme omdat ik ze niet opplak. Dus hij blijft dit herhalen. Het apparaat helpt met stroomstoten het hart weer op gang in geval van een hartstilstand. Als we een openbare City AED-netwerk hebben, dat iedereen binnen 6 minuten bij het slachtoffer kan hebben, dan scheelt dat 2500 doden per jaar in Nederland. De stichting geeft de apparaten in bruikleen als buurtbewoners de inzameling starten. Als er genoeg geld bij elkaar gebracht is, blijft die hangen en wordt die onderhouden door de stichting. Zelf heb ik €25 gedoneerd. Maar dat verschilt heel erg wat mensen doneren. Je hebt ook een bedrag van €250. Als je goede neemt, dat zou ik wel doen, hè? Ook geschikt voor kinderen. Dan kost je ongeveer €2200, €2300. Ik vind eigenlijk €5, ik vind dat net zo belangrijk als die 500. Als je het samen doet met elkaar, heb je toch als buurt gerealiseerd. Ja. Beetje samenhorigheid. Ook geeft de stichting reanimatiecursussen en streeft ze naar een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners die in geval van nood gealarmeerd kunnen worden. Ja, ik hoop niet het hoeven te gebruiken, maar ik ben wel blij dat ik weet waar die hangt en dat ik kan handelen. Wil je ook een AED in de buurt? Meld je dan aan bij de stichting City AED.